Ja, ik zie heel veel verschillende dingen. Omdat ik van nature heel veel met de natuur heb gewerkt, ik ben duikinstructeur, kijk ik als eerste echt een beetje naar wat gebeurt er op natuurbeschermingsgebied. En ik vind het fantastisch. We waren vorige week waren we bij Echo. Hoe ontzettend goed dat is georganiseerd. Hoe dat ontzettend goed is geregeld. Tegelijkertijd zie ik ook, van ja, er moeten natuurlijk inkomsten komen op het eiland. Dus ik zie een hele grote groei in het aantal grote boten wat op het eiland komt. En ik heb zelf het idee dat de cliënten van die boot, de mensen, de cruise-fanaten, die komen op het eiland, maar die komen het eiland niet echt zien. Die komen voor de Caribbean experience. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, waarom doen we niet de helft minder? De helft minder en dan mensen die misschien net iets langer blijven, ook iets komen eten op het eiland, iets kopen op de markt. Dat vind ik dus, zie je dat dat heel erg is veranderd in de afgelopen 20 jaar. En ik vind dat er wel heel veel is veranderd sinds we het hebben over Caribisch Nederland. Hè? Het is niet meer de Nederlandse Antillen, het is niet meer gewoon de ABC-eilanden. Het is echt Caribisch Nederland. En ik merk, je ziet heel veel groei in het aantal Nederlanders dat je komt wonen. Wat ook positief is. Wat ik wel zie is dat, maar ik heb het ook over kinderrechten bijvoorbeeld. Er is bijvoorbeeld geen kindertelefoon op Bonaire. Alle Nederlandse gemeentes hebben bijna een kindertelefoon waar je kan bellen als er iets mis zit, je wil hulp met je huiswerk. Dat. Ik weet niet hoe het op dit moment zit met het onderwijssysteem, maar ik zou wel willen zeggen van laten we langer papiament praten. Laten we kijken of we meer examens in de eigen taal kunnen doen. Want als je nu, je kijkt naar die sommen, die zijn allemaal in het Nederlands. Als je dat niet je eerste taal is, dan snap je de nuance van die som niet. Dan loop je eigenlijk al gewoon achter daarin. Nou, die wetgeving, vind ik, die moet gewoon een beetje aangepast worden naar hoe het hier is. En zeker, ja, omdat we zijn allemaal trots op dit eiland. Het is een prachtig gebied. Iedereen wil van Bonaire kunnen blijven genieten. Dus we moeten er een beetje zuinig op zijn. Ik heb hier, als ik hier ben, dan hebben we altijd, doen we altijd mee met de schoonmaakacties. Want mijn vader die organiseert van allerlei schoonmaakacties. Dus bijvoorbeeld schoonmaken op Lagoon. En dan hebben we altijd van ja, we moeten voor iedere week dat we hier zijn, moeten we één keer meedoen. Gewoon iedereen met de schoonmaakacties. Dan gaan we met z'n allen daar naartoe. Dan vullen we een zak met vuilnis. Die zetten we bij de landfill. Maar dat is wel de intentie dat je iedere week dat je hier bent ook wel iets teruggeeft aan het eiland. Want je krijgt wel veel voor terug. En omdat wij hier ook een beetje roots hebben, denken we misschien anders over het eiland. Maar dat ze een beetje onderwijs moeten krijgen daarin. Net zoals bij duiken. Bij duiken heb je allemaal van, ja, je moet je Bonaire Marine Park tag moet je hebben. Heel terecht. Je moet oppassen dat je niet, je moet je buoyancy goed in orde hebben. Je moet oppassen dat je niet te veel zand opwaait. Dat krijg je allemaal geleerd zodra je incheckt op een resort. Nou, een inburgeringscursus. Dit is Bonaire en hier moet je zuinig op zijn. Precies, ja. En dat zou, het hoeft niet veel geld te kosten, want mensen als ze naar het eiland komen, ze vinden het leuk om veel te weten over het eiland. Er gebeuren zo ontzettend veel mooie dingen hier. Laten we het goede houden en niet zomaar weggooien. Dat was wat ik wilde zeggen over het eiland. Echt douche Bonairo.